Wat zijn de taken van een steward of stewardess tijdens een vlucht? Bezoekers van het Aviodroom in Lelystad kunnen daar een korte cursus in krijgen. Van professioneel oud-cabinepersoneel. De meeste mensen denken alleen maar dat wij eten en drinken uitgeven. Maar er komt natuurlijk een heleboel andere dingen bij. En daarvoor hebben we dus dit zo'n boekje met allemaal opdrachtjes. Zodat ze een beetje kennis kunnen maken met de rest van de werkzaamheden die wij uitvoeren aan boord. En dat is vooral ook veiligheid. Bij binnenkomst krijgen de deelnemers een vragenlijst over het werk in het vliegtuig. En dan moeten ze aan boord de antwoorden opzoeken. Helemaal goed. Stijn Lossin is een van de cursisten en hij leert snel. Ik denk eigenlijk dat hij bijvoorbeeld als iemand zijn stoel niet kan vinden, dat hij dan moet helpen. Of zij of hij moet helpen ernaartoe. Of als er bijvoorbeeld wat ergs gebeurt, bijvoorbeeld er is brand, dan moet hij naar een veilige plek leiden. En bijvoorbeeld als iemand pijn heeft of zo, dat ze dan een verbandkoffer brengen. Dan moet je je stoel zoeken, je moet een riem omdoen. En je moet eigenlijk een beetje de dingen vinden waar ze allemaal liggen en zo. Dus. Ja, zoals brandblussers of zo? Of, Brandblussers en zwemvesten als er een ongeluk gebeurt. Het Aviodroom heeft de Boeing in het museum beschikbaar gesteld voor de cursus. Het beeld is echt dat ze gewoon het eten brengen, zeg maar meer een serveerster aan boord. Terwijl ze juist verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de passagiers. Daar heel veel taken over uitvoeren die een passagier niet ziet. Dus ik snap dat dat beeld ontstaat, maar dat willen wij doorbreken. Voor Mara Nossin is de cursus superspannend. En daar heeft ze een goede reden voor. Ik ben nog nooit in een vliegtuig geweest, dus ik weet niet echt hoe het voelt. Oh, het is de eerste keer? Ja. Oh, wauw. En wat denk je? Nou, ja, ik vind het wel een beetje spannend. Maar ja, ik vind het ook wel leuk. Binnenkort gaat de familie voor het eerst de lucht in op weg naar Kreta. En paps vond het een goed idee als de kinderen eerst eens zagen hoe het eraan toe gaat in een vliegtuig. De cursus Cabin Crew is nog te volgen tot en met 1 maart. Goed zo.